Yo mensen van Dutch Gaming en leuk dat jullie weer kijken naar gezellig een koud potje Call of Duty. World at War dit keer. The Night Nacht Remaded of zo dergelijks. Nacht Vrijmacht of zo. Ja. Ik speel hier vandaag gezellig met. Merlijn. Van. De Tovenaar. Van het YouTube kanaal The Wizard Adventures. En ik speel natuurlijk met Dutch Gaming. Ja. Lekker gezellig, lekker pret, boel. Die zombie is zo slow, hè. Ik vind het zo jammer in de eerste potjes en zo, in de eerste ronde, gaan ze niet rennen. En als je niet juist wil dat ze niet meer gaan rennen, dan gaan ze juist rennen. Jij hoeft alleen nog te knijven. Ja, vier keer schieten en dan live. Nou, ik had hem al beschoten. Oh ja, dat wist ik niet. Sorry. Nou, dan heb je de kogels verspeeld voor niks. Yep, klopt. Deur 1 is open. Met de meeste mensen kunnen deze map misschien wel herkennen. Het is een oorspronkelijke World at War map van Call of Duty. Maar we spelen een gemodde map. Dus wij kunnen wat meer, we kunnen echt buiten spelen. We kunnen hier nog, waar de gat in de muur zit, nog een stukje doorlopen. Waar ook de pack of punch zit. Ik weet niet of het bij de oorspronkelijke map ook zo is. Voor mij niet. Lol, ik sta op de... Kijk dan, ik sta op de fucking... Wat? Ik sta hier ik stond op op dat bankje. Wauw. Oh, Glitch confirmed. Ja. Degene die deze map gemaakt heeft. Goed gedaan. Hey, maar als je erop zou staan, zouden de zombies je dan kunnen raken? Volgens mij wel. Maar kunnen de zombies je gewoon nog op raken, maar oké. Hoe ben je erop? Hoe ver ben je erop gekomen? Nou, kijk, ik ren. Oh. Ja, via de hoek, wauw, serious. Ja, je vliegt gewoon eigenlijk. Lol. What the fuck? Wat? Hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit. Oh. Yo, kijk, het ziet er zo uit. Wauw. Wow. Je bent een ruggengraat, dat is allemaal gehandicapt. Van mij zit er geen ruggengraat in. Nee. Ruggengraat illuminatie confirmed. Ja, echt. Hey, zombie, knife. Ik had 6 keer op je geschoten en na een knife tikje, maar blijkbaar werken. Ja, nope. Hey, wie heeft er nou ruggengraat nodig in zo'n spel? Ik niet. Echt, wie heeft er in het echt nou ruggengraat nodig? Ik bind mezelf al vast aan een stoel. Trouwens hier, ik heb de deur geopend. Oké. Ja, ik ben even aan het knijven. Ze vallen als genijpte handblokjes. Ah. Ja? Ach, oh ja, ik moet de mouse niet wegdoen. Dan moet ik even... Ja, zo. Dus mensen hebben ook even... Dus dat zal ik hoogstwaarschijnlijk wel even uitknippen dat dat gedaan heb, maar oké. Hey, Remco. Ja. Ik heb even iets goeds voor jou te melden. Je hebt de deur geopend. Ja, ook. Maar... Flesjes. Waarschijnlijk ga ik volgende maand dingen verkopen, hoe heet het fucking weer. Black Ops 3? Nee, niet Black Ops 3. Die heb ik al gepreorderd. Wat dan? Dat ook weer. Dat in de ruimte of zo Space Engineers. Oh, ga je Space Engineers kopen? Cool. Mm-hmm. Ik dacht zo van, yo, ik vind het wel grappig uitzien. Wat moet je doen? Maar 10 euro iets. 10? Ja, ik koop mijn games niet via Steam, snap je? Nou ja. Oh, die vond ik wel. Bob, komt toch? Via Kingwin. Ja. En de mensen zullen zich ook even afvragen van waarom er vandaag geen challenge video is. Vandaar wou ik eigenlijk eerder aan beginnen, maar oké. Er waren geen challenges deze van vorige week ingestuurd, dus ja, dan vond ik het klein bij pittig, weet je, pittig, jammer van jullie van, ja, dat er niks ingestuurd was, dus vandaag gingen we even wat Call of Duty Black Ops World at War doen. Ik wil de hele tijd... Black Ops World at War. Nou, ik wil eigenlijk wat anders zeggen, ik wil Black Ops, ik wil de hele tijd Black Ops zeggen. Of Advanced Warfare, dat ligt zo op de puntje van mijn tong de hele tijd. En... Ik kan weer staan ergens op, man. Hondjes. Ik hoop dat de honden hier niet kunnen komen. Nee, geloof me, dat kunnen ze wel. Oh. De souls. Patch me their shorts. Hallo, hond. Oh, shit. Oké, ze kunnen me raken, ja. Waar ben je? Ik ben boven. Ik ben boven aan het spelen. Yo, ik heb even de deur geopend. Oh, ik zie hem. Oh, nee. Ja, ik ben nou weer naar beneden. Ja, bitch. Ze lopen niet. Ze zijn aan het buggen. Help. Nee, ze zitten in de achtbaan. Yep, ze zitten in een achtbaan. Ja, dat is een beetje raar, mensen. Ik zal het even uitleggen. We hadden deze map ook met iemand anders een keer gedaan. En
toen kon je letterlijk zien dat ze gewoon eigenlijk zo stijf waren als een plank. Ja, net zoals hier. Dat zie je wel op mijn beeld. Oké, okay, even reloaden. Joep. Even reloaden. Yep, go. Zullen we beginnen met de dingetjes zoeken, de bottles? Was ik al mee bezig? Ja, ook doen. En ik kan ze alleen even niet weten die vinden. Want ik heb het vermoeden dat er eentje verstopt zit. Waar zou die nou verstopt zitten? Ja, ik weet ongeveer alle locaties wel, maar het is af en toe nog wel moeilijk weer opnieuw te zoeken. Misschien zit die wel in de muur. Nee, niet in de muur. Ik heb het vermoeden. Het vermoeden dat ik hem niet eens gepakt heb. De eerste had ik hem niet eens gepakt. Ik heb heel lang daar zitten kijken, maar toen heb ik hem niet gepakt. Ik heb de tweede. Waar lag hij? Hij lag hier op, bij die kast die omgevallen was, dichtbij de eerste ruimte bij ramen en zo. Bij de drie ramen achterin. Je snapt wat ik bedoel, denk ik. Ik heb het vermoeden van wel. Dan zal ik even verder beneden kijken waar die zou kunnen liggen. Want ik zie ze namelijk niet zo. 1, 2, 3. Zombie, stop met knuffelen. Ik wil niet knuffelen. Ja, ze zijn zo knuffelig! Ja, ze zijn zo aanhankelijk, hè. Vind ik wel. Ja. Dat vind je eentje minder. Flesje confirmed. Sorry, ik heb geen fetish op zombies. Geen zombie with benefits. Nee. Klopt, heb ik gelukkig niet. Oh, shit, die wok. Je wil me aanraken, maar dat wil ik niet. No touchy. Die hond staat hier gewoon nog steeds. Jongen, ik schrok van jou. Jij komt in één keer langs me rennen. Sorry, ik schrok de zombie neer van mezelf, mijn eigen hoofd. Dingen, iets. Geval, shizzle ding. Yep. Helemaal dat. Heb je de power aan? Nee. Ik loop er al 10 keer langs. Ik ben het flesjes aan het collecten. Ja, ik zit met je krijgt informatie, maar je hebt het achter alles maar. Talkpoeder. Dit is? Nee. Dit is ook, dit is eigenlijk tegelijkertijd het Easter egg run die we aan het doen zijn, want dit is ja een Easter egg om de backup punch uit te lopen. Dat was toch ook eerder ook ergens een andere zombie map, zo was toch van Easter egg zelf. Nou, andere videos. Ik heb trouwens weer de. Ik heb de jerk. Ja, oké, okay, ik doe maar mee. Ja. Jij moet ermee doen, jij moet ermee doen, denk ik niet. Het is toch beter, zeg. Het is wel eindelijk. En ik no-scope de flip. Ja, pak hem. Oh, dat is een handig. Pak. Ja, ik wil deze. Boom. Waar ligt die andere? Ja. Nee, ik heb hem al. Hij heeft hem al. Zit hem af? Nee. Ik vind het altijd zo verschrikkelijk vervelend dat ze altijd nergens al liggen, die flesjes. Dat is zo vervelend. Want ik weet dan nog twee locaties waar ze kunnen liggen. En daar ben ik niet. De enige vervelende is die eigenlijk bij de muur. Ja. Die ik nu hier laat zien. Waar ik nu ben ongeveer. Die bij de muur, dat is een van de roerigste plekken die je niet zo snel kan zien. Ik ben een beetje maar mensen, ik ga even hier bij deze aflevering even eindigen. Mensen, abonneer jezelf even op Dutch Gamer, volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. Laat ook even een challenge hier in de video achter voor volgende week. Zodat we weer een challenge gaan doen. Als het niet zo is, dan ga ik gewoon even zelf eentje weer verzinnen. Ik denk dat het dan de Doritos Roulette Challenge wordt. Die overigens best wel lekker is, hoor. Ja? Ja, hij is heel lekker. Je moet alleen de pittige niet hebben. Dan moet je juist zorgen dat iemand anders hem hebt. Klopt. Dan is je leuk.
Maar die pittigen zijn echt niet zo heel erg super pittig. Maar mensen, dat was het weer voor deze keer. Keep it real, keep it Dutch. En abonneer ze ook even op de Game Adventures. Link staat hier beneden in de beschrijving. Game Adventures? Wat de... Wizard Adventures, sorry. Ik heb trouwens ook eventjes een mug in mijn kamer kapot geslagen. Ja. Daar heb ik mijn woede op afgereageerd. Omdat je Game Adventures... mug gekild, eliminatie confirmed. Yep. Mensen, dat was het even voor deze keer en ik zie jullie graag de volgende keer terug. Laters!